Roller Derby wordt gespeeld in 2 keer 30 minuten en die 30 minuten die zijn opgedeeld in jams van maximaal 2 minuten. Dan gaan er 5 spelers van elk team op de baan. 1 van elk team is de jammer en 4 zijn de blokkers. De jammer die heeft een ster op de helm en dat is eigenlijk de puntenscorer. En de blokkers die willen dan dat hun jammer door de pack komt, maar die van de tegenstander niet. Dus die proberen ze tegen te houden. Dus je speelt heel erg aanvallend en verdedigend tegelijk. Jammers die kunnen punten scoren door de tegenstander in te halen. Dat doen ze. Nou, ze moeten eerst door de groep blokkers heen. En de tweede keer dat ze door de groep blokkers heen gaan, dan scoren ze op elke tegenstander 1 punt. No more answer. I want fun.